Het is schitterend weer. Reden voor ruim 800 toeschouwers om naar de wedstrijd Excelsior Barendrecht tegen Sportclub Heerenveen te komen kijken. En dan praten we over vrouwenvoetbal Eredivisie. Van harte welkom, dames en heren, jongens en meisjes, beste sportvrienden. De Vlaggeniers staan in wind en wimpel op een gegeven moment gereed om de 22 acteurs, inclusief het arbitraille trio, te ontvangen. En ook de supporters zijn er klaar voor. Ruim 800 mensen op de tribune. Had wel wat meer mogen zijn. Maar hier komen de gladiatoren die de voetbalshow gaan leveren aan het grote publiek. Hier in de Excelsior Barendrecht Stadion in Rotterdam. En ik ga jou van tevoren even zeggen dat binnenkort Excelsior Barendrecht tegen Ajax gaat spelen op een vrijdagavond. Ik zal de datum zo meteen bekendmaken. En dan nodig ik alle vrouwen uit Amsterdam en Rotterdam uit om er een prachtige vrouwenvoetbalavond van te maken. Gezelligheid, toppie toppie. Er wordt zelfs waarschijnlijk op een gegeven moment muziek gespeeld en dat. Dus vrouwen uit Rotterdam en Amsterdam, kom binnenkort naar dit stadion toe en laat deze speelsters op een gegeven moment in de wolken zweven wat betreft het aantal supporters. Zij hebben hun werk uitmuntend verricht, de speelsters begeleid naar de grasmat toe. Fantastisch gedaan, jonge dames. Het koffiegesprekje voor aanvang van de wedstrijd. Wat gaan we vandaag uitspoken om de 3 punten naar binnen te halen? En natuurlijk hoort er ook een teamfoto in de plaats. En dat is de thuisploeg. En ook hier zijn ze zich aan het motiveren om er een schitterende voetbalshow van te maken. Vooral voor de vaste supporters die toch wekelijks op een gegeven moment hier in het stadion deze vrouwen komen bekijken in hun Excelsior Barendrecht speelt in de eerste helft van links naar rechts toe. En zij zijn herkenbaar in de donkere voetbalshirts. En de scheidsrechter heeft het teken gegeven. 14:30 met een temperatuur van 29 graden. Dat is best wel behoorlijk hoog. Gaan de 22 acteurs het supporterslegioen van beide kanten verwennen met een heerlijke voetbalshow. Dat kan ik u van tevoren al vertellen. Hoofdtrainer Richard Mank van Excelsior Barendrecht heeft de beschikking over 22 profcontract speelsters, waardoor hij de sterkste opstelling iedere week kan opstellen om goed voor de dag te komen. En hoofdtrainer Roland ter Bergen van Heerenveen, die heeft er 20 ter beschikking om hier op een gegeven moment de beste 11 uit te zoeken die in de basis staan met in de start in deze eredivisiewedstrijd. Ook bij het vrouwenvoetbal eredivisie komt er veel bij kijken. Ze hebben een hoofdtrainer, een assistenttrainer, een keeperstrainer, een fysiotherapeut, een clubarts, een teammanager. En een teammanager en nog eens een teammanager zie ik hier op het formulier staan. Dus behoorlijk veel mensen die zich inzetten om het vrouwenvoetbal in de eredivisie op het hoogste niveau van Nederland te kunnen laten uitvoeren. En natuurlijk de scheidsrechters en de assistent scheidsrechters die wekelijks de eredivisie moeten begeleiden om het allemaal zo professioneel en zo sportief mogelijk te laten verlopen. Ik ben zelf voor de eerste keer bij Excelsior Barendrecht aanwezig. Ik vind het een schitterend stadion en een prachtige grasmat voor het vrouwenvoetbal hier te laten uitvoeren. Gewoon heerlijk om te zien en echt geniet alleen. De tribunes, ja, die mogen wat mij betreft op een gegeven moment wat beter gevuld worden. Want ik zeg u bijvoorbeeld, dit was een schitterende wedstrijd op hoog eredivisieniveau. Balbezit voor Heerenveen. Een eerste schot op goal. Is geen probleem voor de doelvrouwen van Excelsior Barendrecht. Sterk begin van Heerenveen dat op een gegeven moment jacht maakt op een eerste treffer. En zich daarmee een klein beetje veilig verandert. En daar is de mogelijkheid om de bal goed voor te leggen. Maar verdedigingstechnisch is Excelsior Barendrecht hun nog de baas.
Heerenveen weer in balbezit. De ene aanval na de andere aanval volgt en de vrouwen uit Friesland willen zo snel mogelijk een voorsprong komen om eventueel een overwinning veilig te stellen. Maar u ziet het al, ook verdedigingstechnisch is Excelsior Barendrecht steeds iedereen de baas en dan een mogelijkheid om snel te counteren. Maar ook de verdediging van Heerenveen maakt vooral in de eerste 30 minuten totaal geen fouten en zo blijft het op een gegeven moment voorlopig op een tussenstand van 0-0. Dan Excelsior Barendrecht wil het publiek verwennen met een schitterende voetbalshow. Mooie paas op rechtsbuiten, mooi meegegeven. Dan op een gegeven moment richting het 16 meter gebied komt die bal voor. En moet de verdediging toch op een gegeven moment flink werken om die bal uit het 16 meter gebied te krijgen. Alhoewel hier weer balverlies geleden wordt. Excelsior Barendrecht weer een balbezit. En gaan ze weer richting het 16 meter gebied. Komt dat de voorzet. En dan kan Heerenveen moeilijk uitverdedigen. En wordt er weer geschoten op goal. Maar ketst die bal op de verdediging af. En kan Heerenveen uitverdedigen. En het uitverdedigen dat levert een snelle counter op voor de Friese vrouwen. Maar de doelvrouwe kan net op tijd ingrijpen. Heerenveen weer aan zet. Weer in de aanval. Slecht uitverdedigen van Excelsior Barendrecht. Weer balverlies. En dat levert Heerenveen weer een kans op. Daar komt de voorzet en daar komt de kopbal. Maar die bal gaat 4 meter naast het doel. De mogelijkheden worden wel geschept, maar tot echte grote kansen komt het toch nog niet. Heerenveen trekt de wedstrijd dan wat meer naar zich toe en is wat meer in de aanval dan de thuisploeg die het op dit moment even moeilijk heeft. Komt hier een voorzet en de doelvrouw redt hier uitmuntend. Voordat een aanvalster hier tot scoren komt. En zij staat haar mannetje. Hoekschop voor Excelsior Barendrecht. Kopbal, maar die bal gaat huizenhoog over. En dan krijgt ze die verkeerd op haar hoofd. En dat was toch een riante kans. Om na zoveel aanvallen van Heerenveen. Via de hoekschop op 1-0 voorsprong te komen. Beide teams zetten zich voor 1000% in. Heerenveen veel aanvallen. En Excelsior Barendrecht met regelmatig wat leuke counters. Alleen zijn hier en daar wel wat overtredingjes nodig om de speelsters af te stoppen. De scheidsrechter houdt de kaarten gelukkig nog op zak. Vrij trap voor Excelsior Barendrecht. Een beetje onrustig in het 16 meter gebied en dan een schot op goal. En dan moet de verdediging toch wel behoorlijk alle hands aan dek zetten om die bal tot hoekschop te verwerken. Aansluitend de hoekschop. Kopbal en die gaat naast, maar dat was toch een reële kans om eindelijk op voorsprong te komen voor Excelsior Barendrecht. En zij raakt geblesseerd. De hoekschop werd uitmuntend genomen. Wat daar precies op een gegeven moment het 16 meter gebied gebeurt, is van deze positie af niet duidelijk te zien. En een medische behandeling is noodzakelijk om haar de wedstrijd verder uit te laten spelen. Excelsior Barendrecht zet zich voor 100.000% in om de 3-punter aan de vaste supporters te schenken. En hier een mogelijkheid op de 1-0. En dan moet de doelvrouw van Heerenveen in actie komen. En raakt zij hier bij deze actie toch wel even geblesseerd. De scheidsrechter gaat naar haar kijken. Maar alles komt weer goed en ze kan door blijven keepen. Maar de inzet van Excelsior Barendrecht is enorm. Heerenveen wordt zowat met de rug tegen de muur opgedrukt. Maar af en toe gaan ze ook wel een aanval inzetten. En hier een mogelijkheid. Richting het 16 meter gebied, mooie ruimte, mooie paas. Misschien een 1-2'tje nemen, maar de overtreding. En de scheidsrechter ziet er een strafschop in. Een 11 meter, een penalty.
De protesten hebben geen zin. Denken aan buitenspel of wat dan ook, maar dat telt niet. De overtreding geldt en de scheidsrechter is nou eenmaal de baas. En hij heeft de bal op de stip gelegd. Kijkt of de spelers op een gegeven moment goed opgesteld staan. Tini Hoekstra met de strafschop en de doelpunt. Heerenveen leidt met 0-1. Gaan we nog eens kijken hoe die penalty tot stand kwam. Van achteruit de aanval ingezet. Komt die bal dan op een gegeven moment in het 16 meter gebied. En wordt daar een speelster aangetikt. Terwijl men trachtte de bal weg te trappen. Men raakte de bal wel. Maar het been van de speelster werd zodanig meegenomen. Dat voor de scheidsrechter hier een 11 meter een strafschop penalty als het ware op zijn plaats is. Goede beslissing van de scheidsrechter. En nogmaals de genomen 11 meter. Goed genomen. En de tussenstand is nu dus 0-1 in het voordeel van Sportclub Heerenveen. De 2 minuten extra tijd zijn dan voorbij. De scheidsrechter gaat dan de eerste 45 minuten beëindigen. En ik dacht dat we het wel mogen zeggen van een prachtige eerste helft. Met veel inzet, veel vlijt. Van de 22 acteurs hier op het veld. En een goede inzet van dit arbitrale trio tot dusver. Het volgende programma is vrijdag 27 september 2019. PEC Zwolle tegen Heerenveen om 19:30. PSV Excelsior Barendrecht om 19:30. En ADO Den Haag tegen Ajax om 19:30. En de eerstvolgende thuiswedstrijd van Excelsior Barendrecht is vrijdag 1 november 2019, aanvang 19:30. Excelsior Barendrecht, vrouwen tegen Ajax vrouwen. Ik nodig Rotterdam en Amsterdam vrouwen uit om er een mooie vrouwenfeestavond van te maken. En de volgende thuiswedstrijd van Heerenveen is vrijdag 11 oktober 2019, aanvang 19:30. Heerenveen tegen FC Twente, de vrouwen, de topper uit het noorden. En Facebook vrouwenvoetbalfans VVF, meld je aan, doe mee. Bezoek met ons samen het vrouwenvoetbal, eredivisie en amateurvoetbal. Nogmaals, 1 november 2019, aanvang 19:30. Zorg dat je bij Excelsior Barendrecht tegen Ajax bent. Misschien een stunt van Excelsior Barendrecht. Of gaat de misschien mogelijke kampioenskandidaat Ajax daar winnend naar huis toe. U kunt het waarnemen, u kunt het meemaken. Kom kijken, kom aanmoedigen, kom supporteren. U bent toch een echte vrouwenvoetbalfan? De tweede helft heeft Excelsior Barendrecht de opdracht om de 1-0 achterstand weg te werken. En de Heerenveen vrouwen hebben de opdracht om de voorsprong te behouden. Eens kijken hoe dat verder gaat verlopen in de komende 45 minuten. De temperatuur ligt nog steeds rond de 29, bijna 30 graden. Het is behoorlijk warm, ik laat het je doen. Onder die omstandigheden een mooie pot voetbal op de grasmat te presenteren. Maar ze gaan ervoor, de vrouwen, de 22 acteurs. Ik heb gezegd op een gegeven moment na afloop van deze wedstrijd. Kerkrade Rotterdam, Kerkrade investeren voor een vrouwenvoetbalwedstrijd. Nou, het was meer dan waardig om deze investering uit te voeren, kan ik u bijvoorbeeld vertellen. En u heeft de mogelijkheid om er een samenvatting van te zien. We kunnen niet alles laten zien. Er zijn heel veel mooie dingen gebeurd in deze wedstrijd. Maar we zijn gebonden aan een korte samenvatting. In ieder geval, hier gaat Excelsior Barendrecht weer in de aanval. Mooie paas. En u ziet dat de verdediging houdt op een gegeven moment goed stand. De Friese vrouwen hebben tot dusver alles wederom redelijk goed onder controle. Heerenveen. Richting het 16 meter gebied. Excelsior Barendrecht heeft moeite om de bal in ontvangst te nemen. Dan komt de voorzet, de kopbal! En die kans was riant om hier op 0-2 te komen. Maar ze krijgt de bal verkeerd op haar hoofd, waardoor die 5 meter over het doel heen vliegt. Er wordt keihard gewerkt met vallen en opstand, proberen ze bij elkaar het doel te bereiken. Nu is het weer Excelsior Barendrecht dat in balbezit is. En daar komt dan een hele mooie paas richting het 16 meter gebied. En de verdediger kan die bal even een beetje tegenhouden, waardoor de doelvrouw
de bal in bezit kan nemen. Tijdens een blessurebehandeling dan nog even snel wat water drinken en tactische besprekingen met de trainer uitvoeren om die 0-1 achterstand mogelijk te kunnen wegwerken. Heerenveen weer richting 16 meter gebied van Excelsior Barendrecht. De druk is vrij hoog te noemen. Schot op goal en een schitterende redding van de doelvrouw van Excelsior Barendrecht. Nogmaals die actie van Heerenveen. Een hele mooie actie links. Een mooi schot op goal precies tussen de palen in zal die bal zijn gekomen. Waar het niet dat de doelvrouw van Excelsior Barendrecht daar een eclatante redding verricht om die bal uit het net te houden. De jacht naar de gelijkmaker. Een tandje hoger voor Excelsior Barendrecht. Op hoge snelheid richting het 16 meter gebied. Maar u ziet het al, de verdediging van Heerenveen maakt ook geen fouten, evenals de middenvelders en de voorhoeders. En het gehele collectieve elftal draait 100% zuiver en goed. Maar Excelsior Barendrecht is beslist niet te minderen. Hier weer een mogelijkheid 3 tegen 3. Alhoewel de grensrechter hier buitenspel constateert en de scheidsrechter deze actie stillegt. De druk is op dit moment hoog. Excelsior Barendrecht zet de Friese vrouwen met de rug tegen de muur op. En hier een mogelijkheid. Een schot op goal. En ja, de doelvrouwen heeft hier natuurlijk geen problemen mee. Maar de kansen stapelen zich op voor de thuisploeg. Gaan ze nog de gelijkmaker scoren? Aanval is de beste verdediging, denken ze bij Excelsior Barendrecht. Maar dan moet je wel uitkijken voor de counter. Tini Hoekstra vanuit de eigen helft rent ze over het veld richting het doel van Excelsior Barendrecht. Heeft nog één verdedigster voor zich, die gaat ze passeren. Dan gaat ze richting het doel. Kan ze het dan intikken? Ze doet het. Hoho! Het is afgelopen voor Excelsior Barendrecht. Tini Hoekstra zet hier de Euro 4 hoog voor Sportclub Heerenveen, terwijl we aan het wachten zijn op de 1-1 van Excelsior Barendrecht. Dat zou terecht zijn geweest. Maar Heerenveen maakt hier het café correct af. En de 0-2 is ook tevens de eindstand van deze wedstrijd. Af voor Heerenveen. Nogmaals de individuele actie van Tini Hoekstra, die hier op een gegeven moment de bal bezit krijgt vanaf haar eigen helft. Richting het doel van Excelsior Barendrecht rent. Hier krijgt de balbezit. Heeft nog maar één speelster voor zich. Die rent wel als het ware met haar mee. Maar dan stapt zij misschien wel een beetje te vroeg op de bal in. En kan zij hier de passeerbeweging maken. En dan komt ze oog in oog met de doelvrouwen helemaal alleen. En dan kan ze de hoek kiezen. En haar passeren met de bal. Mooie goal, dat moet gezegd worden. De 0-2 staat op het scorebord en dat is ook tevens de eindstand in deze wedstrijd. De wedstrijd is afgelopen, de staande ovatie voor de thuisploeg, natuurlijk ook voor de uitspelende ploeg. 0-2 is de eindstand, nogmaals gezegd, een prachtige wedstrijd. Ik ga mij bedanken bij Excelsior Barendrecht voor de toestemming van het filmen en ook bij Sportclub Heerenveen. 22 acteurs krijgen ook van mij een staande ovatie voor een wervelende show. Ja, Excelsior Barendrecht gaat eervol verliezen hier. Ze hebben gevochten voor wat ze waard waren. En deze ploeg hier scoort 2 goals en nemen 3 punten de bus mee naar Friesland. En dat wordt toch een hele mooie rit naar huis toe. Ik wens beide ploegen heel veel succes in de competitie. Ga lekker er tegenaan. Maak nog mooie wedstrijden voor het publiek. En het publiek gaat de wedstrijden bezoeken. Mijn naam is Gio Bouwens en ik woon in Kerkrade. De rit was meer dan de moeite waard. Ik dank u voor het kijken. Het gaat je goed. Groetjes. Bye bye.